Sinterklaas komt eraan en dus laat ook de Zwarte Pieten-discussie weer op. In Os roept de burgemeester op om Zwarte Piet daar waar mogelijk niet zwart te maken. Maar dat stuit op protest van een echte Zwarte Pietenfamilie. Deze is van de oudste zoon. Deze van de tweede en die rode van de derde. Ze hebben altijd haar eigen pak aan. Ina Abrahams schakelt elk jaar haar man in als Sinterklaas en haar drie zonen en vijf kleinzonen als Zwarte Piet. Ook dit jaar, want die discussie... Ja, onzin. Gewoon puur, ik weet niet wat het is, maar er zijn dan een paar mensen die willen het niet. Het heeft helemaal niks met discriminatie te maken, helemaal niet. Ik vind dit is een Nederlands feest, kinderfeest. Dus daar heb je al geen discriminatie. Ik vind nu dat hun gaan discrimineren. Toch roept haar burgemeester in Os de gemeenschap op om daar waar nodig aan te passen. Doe mee met de landelijke ontwikkelingen. Zoek creatief naar een invulling van dit feest die recht doet aan iedereen. Als Piet met een wat andere rol net zo aantrekkelijk is voor kinderen, is dat voor niemand een probleem. Ja, dan wordt het denk ik moeilijk. Mijn man zegt, ik ga niet zonder Zwarte Pieten. Ik ga met Zwarte Pieten. En mijn zoons willen ook per se zwart. De burgemeester van het naastgelegen Landert denkt er anders over dan zijn Osse collega. In Landert geloven de kinderen dat Zwarte Piet zwart is. Er zijn groepen die er last van hebben. De vraag is alleen of je de traditie overboord moet gooien, omdat er delen van de maatschappij het een lastig verhaal vinden. Maar u zegt dus niet aanpassen? Nee, omdat het in Landert niet speelt en omdat het geloof door de kinderen in Zwarte Piet en Sinterklaas ongelooflijk groot is. En ik vind dat we dat zo moeten houden. En dat vindt mevrouw Abrahams ook. Binnenkort is ze weer de privéchauffeur van Sinterklaas en als het aan haar ligt, liefst zoveel mogelijk Zwarte Pieten. Ja, we gaan een verslaggever Theo Verbrugge, die is in Veghel bij de groothandel, bij de Sligro. En daar ligt het snoepgoed al klaar met Zwarte Piet erbij, Theo. Ze merken daar natuurlijk ook de gevolgen van deze discussie. Nee, eigenlijk niet, want je ziet het hier, Zwarte Piet nog volop in beeld. En hier redeneren ze, wat de klant vraagt, ja, dat leveren wij. Dat geldt bijvoorbeeld weer wat anders voor Albert Heijn. Albert Heijn heeft Zwarte Piet in de ban gedaan. Weg uit alle reclameuitingen, niet op producten. Maar bij de Jumbo bijvoorbeeld, met het hoofdkantier hier iets verderop, daar redeneren ze weer, ja, het is het super kinderfeest en daar moet je echt helemaal niets aan veranderen. Nou hebben wij een rondgang gedaan langs Brabantse gemeente. Wat zeggen zij? Nou, dat gaat dan met name om de intocht van Sinterklaas en de meeste gemeenten willen daar echt helemaal niets aan veranderen. Maar, zeg ik erbij, volgende week is er een hoger beroep in de Zwarte Pietzaak voor de rechter. En dan zeggen gemeenten, ze moeten misschien toch nog even goed nadenken. En als daarna ook nog echt heel veel protesten tegen Zwarte Piet komen in onze gemeente, als heel veel inwoners daar moeite mee hebben, gaan we er ook nog wel even naar kijken. Maar in principe willen ze daar niets aan veranderen. En sommige gemeenten, bijvoorbeeld Os en Veghel, die zeggen, ja, er is al het een en ander veranderd. Want rode lippen of oorbellen bij Zwarte Piet, dat zie je eigenlijk al niet meer. Dat is veranderd. En in Bergen-op-Zoom zeggen ze, ja, Zwarte Piet hebben we niet. Dat is een bruine Piet geworden, want dat is kindvriendelijker. En dat staat trouwens beter op foto's. Vandaar die veranderingen die langzaam al doorgevoerd zijn. TV-programma 1 Vandaag heeft een enquête gehouden over Zwarte Piet. Wat zeggen de Brabanders in dat onderzoek? Ja, laten we even naar die cijfers kijken. Die hebben we op een rijtje gezet. En de eerste vraag die was, is Zwarte Piet discriminerend? Nou, daar is het maar 20% mee eens in onze provincie en 77% is het daarmee oneens. Dan, moet het uiterlijk van Zwarte Piet aangepast worden? Nou, niet aanpassen, zegt 85%, wel aanpassen, zegt 11%. Ja, Brabant hoort een beetje bij de conservatieve groep, bij de provincies waar het meest gehecht is aan Zwarte Piet. De Randstad, dat merk je echt, daar denken ze er wat meer over na. Zijn ze wat kritischer naar die rol van Zwarte Piet? Ja, en als je echt kijkt naar het Brabantse platteland, nou, dan moet je echt niet aan Zwarte Piet komen. Theo Verbrugge, dankjewel. Ja, de Brabanders houden dus vast aan Zwarte Piet zoals ze hem kennen, maar het laatste woord is hier vast nog niet over gezegd.